Welkom bij Babo.nl, de podcast. Ontdek jouw seksuele reis met Nienke Nijman. Ze had er nooit eerder over nagedacht. Maar ze merkt dat het de laatste maanden telkens meer een onderwerp van gesprek is. Wil ze wel de rest van haar leven in een monogame relatie zitten? Lynn had altijd geroepen dat ze het zich niet voor kon stellen hoe het zou zijn met een andere man. Maar toen ze iets wat beschonken had gezoend met een collega van haar, voelde ze zich er eigenlijk helemaal niet ongemakkelijk bij. Haar man, Vincent, had al een aantal keren voorgesteld om de grenzen van hun monogame relatie wat te onderzoeken en te verleggen. Lynn had het altijd belachelijk gevonden. Toen Vincent hoorde van haar zoen, maakte zijn hart een sprongetje. Hij zag ineens mogelijkheden voor zich. Toch merkte Lynn dat ze het lastig vindt om zomaar af te stappen van het droombeeld dat ze altijd heeft gehad over een monogame relatie. Bovendien verlangt ze nog steeds naar Vincent. Dus wil ze wel echt ook andere mannen in haar leven? Wat nou als het een fase is? Wat nou als het een verkapte manier van vreemdgaan is? En bovendien, was zij niet gewoon vreemd gegaan met haar collega? En zou het aangaan van een niet-monogame relatie dan niet gewoon een excuus zijn om het vreemdgaan te verbloemen? Het aangaan van een niet-monogame relatie moet je immers alleen doen als het een toegevoegde waarde is voor je relatie. En als het iets is waar je beide nieuwsgierig naar bent. Lynn was bang dat ze het helemaal niet wilde, maar dat ze zich misschien wel verplicht voelde naar Vincent toe. Nu dat zij met een ander had gezoend, mocht Vincent dat ook. Toch betrapt ze zichzelf ook telkens vaker op haar eigen nieuwsgierigheid. Ze merkt dat ze vaker naar andere mannen kijkt en soms ook naar vrouwen. Ze fantaseert telkens vaker over andere mannen dan Vincent. Zou het dan toch kunnen? Zou ze kunnen verlangen naar de handen van een ander op haar lichaam? Snakkend naar adem in de nek van een ander dan Vincent? Het gaf haar een gevoel van opwinding, in een vorm die ze niet van zichzelf kende. De kunst nu zou alleen zijn om haar eigen overtuigingen met monogamie als heilige graal uit te dagen. En hoe kon ze dat beter doen dan door te flirten met anderen? Dit zou ze gaan doen de komende maanden, samen met Vincent. Want Vincent, die kon niet wachten om zijn lang gekoesterde fantasieën eindelijk tot uiting te laten komen met Lynn.